Opnieuw sporenonderzoek in huis zwaargewonde man in Coevorden. Herinneringscentrum Kamp Westerbork mag zich vanaf vanmiddag een kanonmuseum van Nederland noemen. FC Emmen begint de competitie met een thuisnederlaag. De politie doet ook vandaag nog sporenonderzoek in het huis aan de Schoolstraat in Coevorden, waar gisteren een zwaargewonde man werd gevonden. Het slachtoffer is de 35-jarige bewoner van het pand. De politie gaat uit van een misdrijf en laat vandaag weten dat de verwondingen van de man waarschijnlijk het gevolg zijn van geweld. De man is met zwaar letsel naar een ziekenhuis gebracht. Wat er in de woning is gebeurd en hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. In de voormalige ambtswoning van kampcommandant Gemmeker is vandaag de officiële bekendmaking van de toelating van 5 objecten van kamp Westerbork tot de kanon van Nederland. Minister Ingrid van Engelshoven is daarbij. Juist hier, waar de horror het natuurschoon heeft verlaten, moeten we hem herinneren. En de toetreding tot het kanonnetwerk benadrukt het belang van dit pijnlijke en complexe hoofdstuk in het verhaal van Nederland. De ambtswoning zelf, het Nationaal Monument Westerbork, het treinbord Westerbork-Auschwitz-Westerbork. Dit is een kopie, want het origineel is te kwetsbaar. Barak 56, ter herinnering aan het Molukse kamp Schattenberg van na de oorlog. En de zogenaamde Westerbork-film. Dat zijn de 5 objecten die door het herinneringscentrum zelf zijn aangedragen. En wat daar heel belangrijk aan is, is dat het objecten zijn die heel erg verbonden zijn met de plek zelf. Die krijgen een plek in die kanon van Nederland, waar de belangrijkste objecten en personen in genoemd zijn die betekenis hebben voor de Nederlandse geschiedenis. En daar staan wij nu ook tussen. Scholieren maken daardoor in hun lessen burgerschapskunde kennis met de objecten. En zo zijn er meer voordelen. Ja, natuurlijk hopen we altijd dat er meer bezoekers komen, want wij vinden het belangrijk om het verhaal van Westerbork te vertellen. Maar ook voor mensen die niet kunnen komen en toch zich verdiepen in de kanon. Die zien dan wat hier te zien is aan objecten die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Het herinneringscentrum wil op één van de objecten nog graag wat nadruk leggen, de bijzondere film. Een film gemaakt op het kampterrein in 1944. Het bevat de enige bewegende beelden van de deportaties naar het oosten ter wereld. Dus een uniek object. En we zijn momenteel in een consortium van een aantal instellingen bezig om daar meer onderzoek naar te doen. En volgend jaar zullen we de film ook, delen uit de film, ook op het kampterrein gaan tonen. Ik geloof dat hieruit heel veel mensen, nog meer mensen, kennis kunnen nemen van die bijzondere, vaak heel persoonlijke verhalen die hier ooit begonnen zijn. Een brand op een balkon van een flat aan de Torbekkelaan in Assen is afgelopen nacht overgeslagen naar de bijbehorende woning. De vlammen waren te zien bij de onderste woonlaag van de flat. Het vuur ontstond midden in de nacht en werd rond 3:30 ontdekt. Hoe de brand op het balkon is ontstaan is niet bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. De woning liep brand, rook en waterschade op. FC Emmen is het seizoen in mineur begonnen. De ploeg van trainer Dick Lukien stond met 2-0 voor na 57 minuten, maar ging alsnog onderuit. Het werd 5-3 voor VVV Venlo. Voor FC Emmen was het de eerste nederlaag sinds 30 augustus 2019. Het begon zo mooi. Het eindigde heel slecht. Ja, ik kan het ook niet geloven. 5 tegengoals, ook nog in 1 helft. Wat? In 1/2 uur? Ik ben verbijsterd. Ja, dit is een wedstrijd totaal op zijn kop in mijn beleving. Want ik vind echt dat we een heel goed 55 minuten of zo, 2-0. Tot aan dat moment totale controle in de wedstrijd. Wel 2 momentjes voor de pauze dat we al een soort van arrogante opbouw speelden. Maar eigenlijk was de wedstrijd met 2-0 naar ons toe. En dan geven we binnen de minuut gaan we heel veel mensen voor de bal spelen. Knullig balverlies van Simon, waardoor het 2-1 wordt. Ja, en dan liggen er binnen no time zomaar 2 doelpunten in, waardoor zij op 3-2 voor staan. Ik vind wel dat we daar weerbaarheid tonen, komen we terug tot 3-3. En dan denk je van nou oké, deze wedstrijd moet je winnen, maar een punt is ook wat. En dan staat er aan het eind 3-5 op de borden. Dus ja, best bizar. Dat moment na die 2-0 hè, op de tribune. Ik weet niet of het in het veld ook zo is. Maar je hebt het gevoel, misschien is het wel gespeeld. Had je dat ook in het veld? Ja, absoluut. Gaat het daar dan mis? Nee, denk ik niet. Volgens mij was het gewoon echt een enorm slordig balverlies op het middenveld ergens. Terwijl helemaal vrij spelen, zo post in de voeten.
En iedereen is in de voorwaartse beweging. Ja, en dan stappen we allemaal door. En dan staan ze zo voor de keeper. En dan wordt er nog gemist, maar dan wordt hij alsnog binnengelopen. En dan, volgens mij 3 minuten daarna valt die penalty. Ja, en dan is de wedstrijd in één keer een hele andere wedstrijd. Als je de goals volgens mij terugziet, zijn het gewoon goals uit de omschakeling. Geen mooie aanvallen of iets. Gewoon balverlies van ons. En daar loeren we op. En daar hebben we van tevoren met elkaar hebben we daar heel veel aandacht aan geschonken. Ook in de rust nog. Dus ja, het is gewoon onze fout. En wij moeten met elkaar koppen bij elkaar. En kijken hoe dat de volgende keer beter kan. En zo verlies je voor het eerst sinds een jaar. Ja, zelfs meer dan een jaar een keer thuis. Ja. Ja, dus en zo wilde je niet beginnen? Nee, zeker niet. En wat ik zeg, de manier waarop is gewoon... Ja, aan de ene kant ben je daar verbolgen of boos of hoe je het ook maar wilt noemen. Teleurgesteld over. Aan de andere kant heb ik ook een uur lang gewoon een prima Emmen gezien. Alleen, kijk, die score vertroebelt natuurlijk een hoop. En daardoor staan we hier met z'n allen met een waardeloos gevoel. Ja, score zegt alles natuurlijk, hè, eigenlijk. Daar gaat voetbal om. En je moet pakken wat je pakken kunt. En ook al was dat maar een puntje geweest, dan misschien was dat wel het maximale geweest. En dan, toch in de slotfase geven we dan zomaar weer 2 goals weg. Dus daar moeten we echt in verbeteren. Ouderen in zorgcentrum Oldersheem in Nieuw-Amsterdam zijn helemaal klaar met de schoonmaakhulp van organisatie Thalia. Ze hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten als het personeel vakantie heeft. En dan wordt er gezegd, die uren die worden wel ingehaald. Ik zei, moet je goed luisteren, maar wat heb ik daaraan? Ik heb nu de prullenbak vol. Ik heb nu de wasman vol. En dit is smerig en dat is smerig. Ik kan het zelf niet doen. Moet dat dan zo lang blijven staan? Ja, mevrouw, maar we hebben geen hulp. Om uitval onder leraren te verlagen, hebben scholen in de gemeente Noorderveld zelf commerciële coronatesten ingekocht. De wachttijd op een coronatest bij de GGD vinden de scholen te lang. Vorige week hebben we in één groep 4 verschillende invalleerkrachten gehad en dat leek ons niet wenselijk, zeker in het begin van het schooljaar niet. We hebben gedacht van we moeten op zoek naar een oplossing en die hebben we gevonden in het kopen van een aantal vouchers voor het snelle testen. Een grote schok voor René Karst. 2 auto's brandden uit op de oprit van de Hogeveense Zanger en dat is al de 2e keer in 4 maanden tijd. Het is anders dan die eerste keer moet ik eerlijk zeggen. Ze komen nu wel met de vlammen heel dichtbij. Ik snap dat iedereen gaat denken, is het iets persoonlijks? En ik snap dat ik geen leuke muziek maak, maar het is geen reden volgens mij om mijn auto in de brand te steken. Een vlucht met toeristen keert terug van het eiland Kreta op Eelde. Dat betekent eerst in quarantaine, want de Griekse eilanden zijn aangewezen tot oranje gebied. Verschillende reizigers kunnen daar maar moeilijk begrip voor opbrengen, hoewel anderen er ook de voordelen van inzien. Alle medewerkers in een hotel dragen mondkapjes, handschoenen. Dus ik vind het belachelijk die maatregelen wat Nederland nu neemt. En nu, in quarantaine, 10 dagen. Ja, maar wat maakt het uit? Nu ben ik tenminste wel op vakantie geweest. En het wordt lekker weer, dus we kunnen in de tuin zitten. Als het aan het college van BMW van Hogeveen ligt, verliest oud-burgemeester Jetse Tjalma zijn ereburgerschap van de gemeente en krijgt het Tjalma-park een andere naam. Uit onderzoek van het NIOD blijkt onder meer dat Tjalma direct na het begin van de oorlog de Joodse inwoners van Hogeveen aangaf bij de Duitsers. Dat had niet gehoeven, want de Duitsers waren er toen nog helemaal niet op uit, maar is toen wel gebeurd. Dat is opvallend. Sterker nog, hij heeft nog een brief in 1943 aan de Duitse bezetter geschreven, waarin hij zei, er is nog 1 oude Joodse man in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het helder. Met weinig wind koelt het af tot 9 graden en ontstaat er wat grondmist of enkele mistbanken. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm. Het is droog en met een meest matige zuidoostenwind komt de temperatuur tot 26 à 27 graden. Dinsdag precies hetzelfde weerbeeld, alleen is het dan met 28 à 29 graden nog wat warmer. Woensdag geregeld zon met af en toe bewolking en iets koeler, zo'n 25 graden. Donderdag nog volop zon, alleen stukken koeler met 19, hooguit 20 graden. Dit was het voor vandaag. Fijne avond en graag tot morgen.